Mijn gasten van vandaag hebt u tijdens de afgelopen politieke crisismaanden ongetwijfeld leren kennen op de Vlaamse televisie, waar ze geregeld de standpunten van de Franstalige politieke partijen kwam toelichten. In uitstekend Nederlands, hoewel ze, net als de premier, uit Bergen komt. Veronique Lamka is 39 en geboren en getogen in Bergen. 13 jaar geleden brachten het werk en de liefde haar naar Brussel. Ze begint bij de Franstalige krant La Dernière Heure als verantwoordelijke van de regionale pagina's van Brussel. Na 5 jaar La Dernière Heure wordt ze woordvoerder van toenmalig minister-president Jacques Simonet en vanaf 2000 woordvoerder van de gemeente Anderlecht. Maar na 3 jaar keert ze terug naar de journalistiek. Bij de krant Le Soir is ze eerst verantwoordelijk voor de Brusselse regionale pagina's. Vandaag is ze chef politiek en werkte ze mee aan de reeks België in blessuretijd, waarmee de politieke redacties van Le Soir en De Standaard samen een reconstructie maakten van de historische lange regeringsvorming. Veronique Lamka, welkom in het programma. U komt uit Bergen, uit Mons. Hoe lang woont u al in Brussel? 14 jaar. 14 jaar. Waar hebt u dat goede Nederlands geleerd? Op school. Ja? Ja, gewoon op... Nee, ik heb ook gestudeerd als vertaalster. Mm-hmm. En dus daar heb ik een paar grammatica regels geleerd. Maar ook op school. En nu, sinds ik in Brussel woon, probeer ik zo vaak mogelijk Nederlands te spreken. Mm-hmm. Dus je komt uit Bergen, dus ja. Het is mogelijk om uit Bergen te komen en toch goed Nederlands te spreken, als u begrijpt wat ik bedoel. Absoluut. Ook als je goede leraars op school hebt, dat is beter. Kent u meneer Di Rupo? Niet persoonlijk, maar toen ik in Bergen woonde, zag ik hem vaak. Hij was vaak in cafés en hij was vaak in het centrum van Bergen, waar ik ook woonde. En toen ik student in secundair onderwijs was, ben ik één keer... Hij was toen Europarlementslid en hij had de gewoonte om de student van Bergen naar Straatsburg te gaan met hen, om het parlement te bezoeken enzovoort. En dat heb ik dus gedaan met meneer Di Rupo. Begrijpt u dat men aan de Vlaamse kant daar toch zwaar aan tilt dat zijn Nederlands onvoldoende is, laat het me zo noemen? Dat begrijp ik. Vanaf het begin hebben we in Le Soir geschreven dat zijn taalkennis een probleem zou kunnen zijn. Maar aan de andere kant is hij eerste minister geworden. Het is toch een goede oplossing voor de crisis. En hij doet heel veel inspanningen. En men zegt dat hij minder fout en veel beter praat als hij minder gestresseerd is. Dus het zal misschien beter zijn met de maanden. Maar ik begrijp dat dit een probleem kan zijn. Ik heb onlangs gelezen dat Lisbeth Imbo hem niet als gast wil hebben in de ochtend, omdat hij niet genoeg Nederlands praat. En dat vind ik nog jammer. Hij moet inspanningen doen om dat te kunnen doen. Dat is toch elementair voor de Vlaamse burgers, vind ik. Je bent in de journalistiek begonnen bij La Dernière Heure, met Brusselse verslaggeving. Ja, absoluut. Je hebt dan de journalistiek een tijdje verlaten om aan de andere kant, aan de politieke kant, niet als mandataris, maar als woordvoerder van meneer Simonet toen. Hè? Ja, eerst van de Brusselse regering. Mm-hmm. En dan onder de leiding van Jacques Simonet. Toen werkte ik eigenlijk voor alle ministers. Het was een soort collegiale communicatie. En dan ben ik naar Anderlecht gegaan toen Jacques Simonet niet meer minister-president was, maar burgemeester van Anderlecht. En daar heb ik eigenlijk voor de hele gemeente gewerkt. En dat was heel boeiend. Mm-hmm. Het was een werk die heel belangrijk was. Het was eigenlijk communiceren voor de burgers en de burgers uit te leggen wat een gemeente doet en niet doet. En het was heel, heel boeiend, vooral in een gemeente die zoveel problemen heeft als Anderlecht. Journalisten die dan naar de andere kant overstappen, hebben altijd als argument, ja, we schrijven daar wel over, maar eigenlijk willen we ook eens zien, willen we in de keuken eens mee kijken hoe het precies gebeurt. Was dat ook uw drijfveer? Nee, eigenlijk was het geen bewuste keuze. Ik had heel veel voor La Dernière Heure gewerkt en ik wilde iets anders beginnen. Ik heb nooit een partijkaart gehad van elke partij. En dat was ook een van de condities die ik aan Jacques Simonet had gevraagd. Namelijk geen lid worden van de MR of geen andere partij. En nu vind ik dat dit een zeer nuttige ervaring is.
ik kan nu heel veel dingen beter begrijpen, vind ik. Mm-hmm. Omdat u in de keuken gestaan ja, hebt. Ja, maar het was aan het begin geen bewuste keuze. Mm-hmm. Nee. We gaan even over u, Christian Laporte, horen. U hebt nog, bent nog collega van hem geweest? Nee, bij een paar weken. Een paar weken, ja. Maar hij heeft u toch gevolgd voor de rest? Dat is denk ik een zeer interessante jonge dame die veel troeven heeft om de politiek te bespreken, te begommentariëren. Eerst en vooral heeft ze zelf een eigen ervaring gekend vroeger. Die was woordvoerster, onder andere van Jacques Simonet. En dus het is zeker een voordeel om ook zelfs een beetje de andere kant van de scène gezien te hebben. En dat kan haar dus zeker veel bijbrengen. Langs de andere kant, denk ik, ik heb ze onlangs nog gehoord op voorstelling van een boek van Johan van der Landotte, spreekt hij ook uitstekend Nederlands. En dus vind ik dat natuurlijk de right woman at the right place kan zijn. Zeker en vast in een krant zoals De Soir, die nogal een lange, misschien lange machistische reputatie had. Een machistische reputatie. Nochtans zijn er behoorlijk wat vrouwen op belangrijke functies bij de Soir. Ik ben verbaasd. Maar bedankt aan Christian Laporte voor al die toffe woorden die hij gezegd heeft. Machistische, dat heb ik nooit eerlijk gezegd ervaren bij Le Soir. En ik denk dat Béatrice Delvaux ook een positieve ervaring heeft in Le Soir. Dus eerlijk gezegd heb ik dat niet meegemaakt bij Le Soir. En ook trouwens nooit in mijn carrière. Mm-hmm. Le Soir is een tijd door de Vlamingen gezien als, ik zou bijna zeggen, de portparool, de woordvoerder van het FDF. Ja. Is die tijd definitief achter de rug? Absoluut. En we willen de woordvoerder zijn van geen enkele partij aan Franstalige kant. En wat FDF betreft, ik ken de geschiedenis van de krant. In 2010, toen De Haan begon met de onderhandelingen, hebben wij een editoriaal geschreven. We hebben onder andere met Béatrice Delvaux gesproken over wat is ons standpunt. En ons standpunt was zeer duidelijk. We willen de rechten van de Franstaligen beschermen en misschien versterken in de 6 gemeenten met faciliteit. Maar verder is dat niet meer onze strijd en dat is onmogelijk. Uitbreiding van Brussel? Nee. Daar stond De Soir niet meer achter. Ja, en we hebben dat toen geschreven en we hebben dat nog in juli herhaald en geschreven. En toen heb ik zeer boze telefoontjes en mailtjes gekregen van lezers, van leden van de MR en van de FDF. Maar dat was ons standpunt. Ons standpunt was, de rechten van de Franstaligen in de faciliteitsgemeente zijn verworven en kunnen niet aangetast worden. Dat was onze lijn. Maar verder is het totaal dom om nog andere nieuwe rechten te vragen voor Franstaligen die bijvoorbeeld in Dielbeek of in Overijs wonen. Maar dat is ons dus standpunt. Door lezers kwalijk genomen. Absoluut. Ik heb dat denk ik de 20e juli geschreven als editoriaal in het midden van de crisis. Toen had de CD&V nog niet ja gezegd. En ik heb zoveel mailtjes gekregen, maar zelfs haatmailtjes die mij vergeleken met mensen die slechte dingen hebben gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat was zo dom en zo. Ik begreep zulke reactie niet. Maar dus, om terug te komen op je vraag, zijn we niet meer de woordvoerder van een partij en zeker niet van de FDF of van geen enkele partij.